En als je wil, kun je voor een moment één of beide handen op je hart leggen. Daar ankeren, daar landen. Want dit is waar. Hemel op aarde komt in jou. Het is de deur waar we doorheen we spreken. Het raam waar doorheen we zien. Want wij zijn hier en we danken je voor de uitnodiging van de co-creatie van dit hier en nu. Lieve vriendin, hoe mogen we jou van dienst zijn? Bij het gedachtegoed van een reset. Dit is waar wij de nadruk op zullen gaan leggen in deze inleiding. Bij het gedachtegoed van een reset kun je aan veel verschillende dingen denken. Zowel positief als negatief. In dit geval zouden we graag terug willen reflecteren dat jullie allemaal, unaniem, iedereen die nu op aarde is gekomen, zou je kunnen zeggen, de wens heeft om bij te dragen aan transformatie. De ziel, jullie zielen, hebben die wens, hebben het verlangen om transformatie te doorleven in deze incarnatie. Hoe je dat doet, is aan jou, wat je daaruit haalt, kan besproken worden vanuit verschillende invalshoeken. Maar op jullie eigen manier zijn jullie allemaal bezig met een vorm van transformatie. En in die zin, vanuit het meest fundamentele oogpunt bekeken, resetten jullie jezelf doorlopend. Nu zijn jullie op dit moment in jullie tijd, ruimte, avontuur op de aarde aangeland op een kantelpunt. Je zou kunnen zeggen dat jullie met het collectief op de drempel staan van een groot spectrum aan nieuwe mogelijkheden. Intuïtief zijn jullie hier allemaal van op de hoogte. Jullie ziel is zich hier bewust van. Intuïtief, of via de dromen die je hebt, of via je innerlijk weten, wie je ook bent en op welk niveau van bewustzijn zich deze informatie ook bevindt, weten jullie dat er een reset gaande is die veel groter is, of lijkt te zijn, dan die je in je individuele leven van dag tot dag meemaakt wanneer je je eigen uitdagingen aangaat, spiritueel groeit enzovoort. Er is met andere woorden een collectieve transformatie die parallel loopt aan de individuele transformaties. Of, zo kan het ook gezegd worden, jullie hebben zoveel individuele transformaties verzameld, zou je kunnen zeggen. Er is zoveel momentum op de aarde aanwezig, energetisch, voor een daadwerkelijk collectieve kwantumsprong, zou je kunnen zeggen, dat jullie jezelf als ras hebben voorbereid tot het in jezelf dragen van de potentie van het maken van een daadwerkelijke kwantumsprong. En intuïtief zijn jullie hiervan op de hoogte. Iedereen intuïtief begrijpt dit. Nu zijn er mensen die gedurende hun leven meer vanuit een opvoeding of omgeving zijn gekomen, waarbij zij de lessen die hen zijn aangereikt hebben geïnterpreteerd in een breed scala van tekortsgeloofsovertuigingen. Of wat jullie in het Engels noemen lack beliefs. Mensen die zichzelf op die manier geprogrammeerd hebben, met wat voor excuus ze dat ook doen, maakt verder niet uit, zijn in hun overlevingsstrategie, want daar zitten zij qua energie, vaak bezig met een vorm van manipulatie. Zij zoeken naar hun eigen waarde. Zij zoeken naar hun connectie met de bron. Maar omdat zij het filter van de geloofsovertuigingen, van de tekorten die ze zo diep in zichzelf hebben geadopteerd, in de weg hebben zitten, zou je kunnen zeggen, tussen
hun diepere weten van hun eindeloze, natuurlijk, altijd aanwezige verbinding met de bron. En de manier waarop zij kiezen van dag tot dag zich tot hun omgeving en het leven te verhouden. Omdat dat ertussenin zit, voelen zij zich vaak heel alleen. Voelen zij zich alsof ze nooit genoeg kunnen hebben. En zijn zij een expressievorm geworden van dergelijk gedachtegoed. Dit leidt tot een drang tot manipulatie. Of de illusie dat manipulatie nodig is om eigen waarde te kunnen vinden. Want wanneer je iemand anders kunt onderdrukken of je zin krijgt op een manier die energetisch niet in balans is, maar ogenschijnlijk het gevolg is van jouw tussen haakjes macht over een ander, dan geef je jezelf een spiegelreflectie, zij het van korte duur en slechts aan de oppervlakte van de realiteit, maar je geeft jezelf een spiegelreflectie die het doet lijken alsof jij een waarde in je draagt. Want het wordt uitgedrukt door de macht tussen haakjes die je hebt over een ander. Ook deze mensen voelen intuïtief dat jullie op een drempel staan. Dat jullie met jullie collectief een kwantumsprong kunnen gaan maken. Die kwantumsprong kan alleen maar gemaakt worden in een positieve richting. Met andere woorden, als je hem wilt maken, dan is er een hoger bewustzijnsniveau nodig. Dan is er een holistische denk- en kijkwijze nodig. Dan is er harmonie nodig in jezelf. En de weg waarop je daar komt is door het kennen van jezelf. Want hoe beter je jezelf leert kennen, hoe beter je het verschil kunt zien tussen de illusies en de waarheid van je innerlijk weten. En de illusies en de afleidingen van de buitenwereld. En de geloofsovertuigingen die je daaraan kunt kiezen op te hangen. Je begrijpt in dat geval dat je een keuze hebt. Mensen die vanuit een tekortsgeloofsovertuiging komen, begrijpen dat vaak nog niet. Dat ze een keuze hebben. Al hebben ze die keuze natuurlijk wel. Want jullie hebben allemaal vrije wil in die zin. Het idee van de Big Reset, zoals we die nu voorgesteld krijgen vanuit de titel van de transmissie die we vandaag samen co-creëren. Die invalshoek van de Big Reset verwijst naar jullie politieke en economische, maar ook klimaatsverbonden en allerlei andere onderwerpen waarvan we begrijpen dat die nu heel actief aanwezig zijn in jullie nieuws. En onderling, er wordt meer over gesproken. En je zou kunnen zeggen dat al die onderwerpen de buitenlaag of de toplaag vormen van de energetische reset waar jullie intuïtief allemaal van op de hoogte zijn. Mensen die vanuit een tekortsgeloofsovertuiging komen, gebruiken die toplaag in de vorm van, over het algemeen, manipulatie. Manipulatie die zich verintensiveert naarmate zij intuïtief begrijpen dat er ook meer mensen zijn op dit moment op de aarde die begrijpen dat die kwantumsprong gemaakt kan worden en die ook voelen dat daarvoor nodig is meer vrijheid, meer all-inclusive thinking. Een manier van denken waar alles bij betrokken mag zijn, waar onvoorwaardelijke liefde op de voorgrond staat. Wanneer mensen die uit een tekortsgeloofsovertuiging kijken naar de wereld, voelen intuïtief dat er een groter momentum is ontstaan in de richting van vrijheid en holistisch denken, dan worden zij vaak bang. En dan krijgen zij vaak het gevoel dat er meer manipulatie nodig is voor hen om hun variatie van eigenwaarde te kunnen vinden of daar een uitdrukking van te zien in de fysieke droomrealiteit, zoals jullie die samen co-creëren. Dit contrast is wat jullie momenteel op aarde ervaren. Dit contrast is wat jullie zien. En wanneer je kiest daarnaar te kijken vanuit de energiefrequentie van onvoorwaardelijke liefde,
dan begrijp je dat ook de mensen die vanuit tekortsgeloofsovertuigingen komen een essentiële rol spelen in die collectieve transformatie die voor jullie als potentieel voor jullie ligt. Er liggen vele versies van toekomstige aarde voor jullie, tussen haakjes, lineair gesproken. Maar daarin zit een spectrum van aardes, zullen we maar zeggen, toekomstige versies van de aarde, waarin een zeer hoge vibrationele realiteit bestaat. Waarin jullie op waanzinnig, vrijwel onvoorstelbare manieren de toekomst in kunnen spelen, dansen en zingen. Die trilling is zo hoog en zo licht dat het de schaduwen triggert, om het zo maar even te zeggen, vanuit deze metafoor. En mensen die nu nog vanuit een tekortsgeloofsovertuiging komen, representeren die laatste restjes schaduw. Het schaduwspel in die zin nodigt ook de mensen die vanuit het lichte perspectief komen uit om compassie te voelen voor al wat er gebeurt. Om het complete beeld te zien. Om te begrijpen dat iedere rol, zolang die nog geobserveerd kan worden door de observeerder, een functie dient. En zeker wanneer het jou triggert. Wanneer jij, we spreken nu naar alle luisteraars in het algemeen, als lichtwerkers. Wanneer jij als lichtwerker voelt dat je uitgedaagd wordt door de illusie van het duister, wat zo liefdevol door het al wat is aan jou wordt gerepresenteerd door die specifieke persoon of dat groepje in de politiek of die en die omstandigheid die je ziet op aarde. Wanneer dat jou triggert, laat jou dat zien. Dat specifieke onderwerp waarop je je op dat moment bewogen voelt, graag nog meer aandacht wil, graag nog beter onderzocht wil worden, nog een knuffel kan gebruiken, nog meer heling kan gebruiken, meer licht kan gebruiken. En je laat jezelf daarmee onmiddellijk ook weten dat jij dat licht, die aandacht, die heling in jezelf bevat, of je zou dat verlangen niet voelen. Je zou niet voelen waar je naar wenste als het niet op de een of andere manier binnen jouw bereik lag om te ervaren in deze realiteit. Deze mensen die het duister representeren of de schaduwkant vertalen, spiegelen terug wat er nog nodig is, wat er nog gedaan mag worden, wat er nog getransformeerd mag worden, voordat die totale quantum leap daadwerkelijk met het hele collectief gemaakt kan worden. En wat dat betreft bewijzen zij jullie een dienst. En er is niets lievers wat we jullie wilden laten weten, of beter gezegd, waaraan we jullie liefdevol willen herinneren in de introductie van deze specifieke transmissie. Jullie zitten in een co-creatie. Alles wat je observeert dient op de een of andere manier een nut als jij ervoor kiest om er zo naar te kijken. Want het ligt in jouw handen, voor iedereen die nu luistert, individueel en jullie allemaal samen. Het ligt in jouw eigen handen. Of je kiest om uitdagingen te gebruiken in je voordeel, om te zien als iets waar je mee kunt spelen, waar je van kunt groeien. Of om die dingen te zien als weerstand, tegenwerking en vertraging. Dit ligt bij jou. Jullie zijn hierin vrij te kiezen hoe je ergens op reageert. Het gaat namelijk niet om de omstandigheden. Het gaat om de staat van zijn die jij kiest met je eigen vrije wil te adopteren in reactie op die omstandigheden. Dat ligt in jouw handen en dat kan niemand jou afnemen. Iedere vorm van, tussen haakjes, mind control, waarover je zou kunnen denken, is daarop niet van toepassing. Dit ligt altijd in je eigen handen. Alhoewel jullie dan weer wel creatief genoeg zijn en speels genoeg zijn om te doen alsof je geprogrammeerd kunt worden
of een mind control kunt ondervinden, zogenaamd van buitenaf. Maar de enige manier waarop dat invloed kan hebben op jou is door jezelf toe te staan, zou je kunnen zeggen, daarin te trappen. Door zelf te kiezen, in die zin, voor de illusie van de separatie. En after all, in het eind, of uiteindelijk, is dat slechts een illusie. Het is allemaal één groot spel en het ligt in jouw handen hoe je kiest vanuit welke invalshoek daarnaar te kijken. Met die zelfbekrachtigende boodschap openen wij graag de deur voor meer vraag en antwoord. Thank you.